snijwerk afsnijden. Door middel met een lat, een houten rij. Traditioneel werk. Er zit hier een klein kantelrandje aan als het ware. Dus om de lat te kantelen als we de onderste voeg gaan doen. Er zit hier de rij op. Je houdt hem eerst vlak tegenaan. Dan pak je de hoek. Dan snijden we hem door. De kant komt hem naar voren toe en je doet de onderkant. Je ziet dat je met die dus de hoeken pakt, niet doorsnijden, maar naar binnen toe. Ja? Vlak erop. Rij goed in het midden houden. Die duim. Je snijdt hem er langs. De hoeken naar binnen toe. Voren toe. Dit is traditioneel snijwerk. Zie je dat dit hier traditioneel snijwerk is. Dus boven facet en onderrecht. Modern snijwerk laat zien met de beugel. Dus dit is duidelijk boven facet en onderlicht weggesneden. En dit is modern beugelwerk. Modern snijvoegwerk. Boven en onder weggesneden. Dus het is allebei facet gesneden. Onder en boven. Duidelijk verschil. Dus met de lat kan je meer sturen. En dit is dus echt ja, kaasrecht. Ik ga het even afmaken met de beugel. De hoeken buiten naar binnen. Als je met de beugel gaat snijden, gaat de beugel iets door het werk heen, waardoor je goed kan snijden hier. In het begin is
snijden nog. En zet hem dan ongeveer 10 centimeter over de gesneden voeg heen. En dan heb je die horizontale lengte. Leng je hem door, heb je geen onderbreking. Dan gaan we het vegen doornemen. De voeg is al gesneden op zich, daar hoef je weinig aan te doen. Dus we gaan eigenlijk de steen schoonmaken. De vuiligheid wat er een beetje op ligt. Streken voeg, die hoef je niet te borstelen. Ik doe meestal van boven en dan onder. Boven, onder. Het fijne van kalk is dat het bijna niet smet. Je zou te denken, hey, kalk smet heel erg, maar dat is dus helemaal niet zo. Cement doet dat wel. Dat is het idee. Dus hier is boven, onder, boven, onder, boven, onder.